Want de coalitiepartijen bieden wisselgeld aan de VVD om de uitzetstop er doorheen te krijgen. Ja, absoluut. Ja, gisteravond een ingelast topoverleg tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. En dat heeft misschien wel tot een voorzichtige opening geleid in die hele discussie over het kinderpardon. De coalitiepartijen, CDA, D66 en de ChristenUnie, die willen dat asielgezinnen die mogelijk onder het ruimere pardon gaan vallen, dat die per direct niet meer uitgezet kunnen worden. De VVD is daarop tegen, maar volgens de Telegraaf zijn die andere partijen dus echt bereid om wisselgeld te bieden om het regeerakkoord open te breken. Dus ze willen de VVD paaien, tegemoetkomen met dingen die zij graag willen. Dus het verkorten van de asielprocedures, maar ook het versnellen van uitzettingen. Ook is bekend dat de VVD af wil van discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Dat betekent dat de staatssecretaris alsnog een verblijfsvergunning kan geven, ook nadat de rechter geoordeeld heeft. En zelfs dat zou besproken zijn in de kamer van Klaas Dijkhoff gisteravond. In ieder geval moeten we nog afwachten hoe het gaat aflopen, want in het weekend worden de gesprekken telefonisch voortgezet. Ja, nou hebben we hier natuurlijk iemand van de VVD, mevrouw Jessiugus. Kunt u bevestigen dat deze berichten kloppen? Ik was niet in die kamer. Ik lag al best wel vroeg in bed om op tijd hier te zijn. U bent dus niet op de hoogte gesteld hiervan? Ik heb echt even geen idee wat er gebeurd is. En als u mag kiezen voor wisselgeld, wat... Ik stel voor dat ik deze gewoon laat daar waar het hoort. Mijn collega Malika Zmani is daar druk mee bezig. Volgende week is er ook een debat in de kamer, dus daar zal het vast allemaal langskomen.